Dames en heren, welkom in het Cultuurcafé. We hebben voor de komende dagen weer een heel leuk en prachtig programma voor u. We beginnen zaterdag 24 september beginnen we met een prachtige activiteit op muzikaal gebied. Namelijk het accordeonduo Melancholiek komt hier spelen. Zij maken wereldmuziek op twee accordeons, zingen daarbij en vertolken ook een stukje poëzie. Aanvang van deze activiteit is 3 uur. En u bent van allen van harte uitgenodigd om dit prachtige stukje muziek mee te maken. Dan hebben wij de dag erop, op de zondag. Een totaal andere activiteit, meer op natuurkundig en literair gebied. Namelijk een lezing over de vogelserie van Atlas Contact. En u ziet hier al de boeken. Het gaat over een aantal vogels, de spreeuw, de huismus en de goudvink. En wij hebben hier een aantal auteurs, zoals u ziet, die daarover gaan praten. Koos Dijksterhuis, belangrijk, Kees Heij en Achilles Kools. En zij vertellen u alles, alle ins en outs over deze vogels. En hoe we die eigenlijk in ons dorp en ons land en in onze tuin moeten houden. Nou, dan hebben we in de dagen daarop volgend hebben wij op de dinsdag... natuurlijk weer de uitzending bij Wilma, een co-productie van de WSN en Bo. En zij ontvangt daar weer talloze gasten. En dat wordt eigenlijk een heel, altijd weer een hele leuke middag met talloze weetjes van onder andere Dr. Ben. En nog een aantal dingen op het gebied van weetjes voor ouderen. Nou, en dan hebben we de daarop volgende dag, op de woensdag, hebben we natuurlijk altijd 's middags hier de breiclub. En daar wordt onder leiding van een deskundige breister, wordt er uitgebreid gebreid. Uiteindelijk voor het goede doel. En op de vele markten die Noordwijk kent, staat deze breiclub en verkoopt hun producten voor het goede doel. Het is een ontzettend gezellige middag en hij gaat altijd veel te snel voorbij, zeggen de deelnemers. Dus we hopen u daar ook weer van harte te mogen begroeten. U kunt het hele programma op Bo zien en ook nog volgen op hetcultuurcafé.nl.